Goedenavond allemaal, beste vrienden, beste collega's en geïnteresseerden. Hartelijk welkom op deze persconferentie. Ik zou naar goede gronden de bezoekende treinen die erop zullen laten vangen. Ja, als de klas met de tegelingen is in principe geen schande op die moment, maar rustig vieren als het altijd. Moeten wij altijd door? Ik denk dat we vandaag buiten de eerste 10 minuten een heel sterke wedstrijd spelen. Tot in de organisatie. Goede omschakelmomenten, goede voetbalmomenten, vooral de tweede helft. Vond ik telkens een vrij man. En ik denk dat het verschil is dat we gewoon dat we de eerste helft scoren. We hebben 300% kansen scoren niet. En de helft laat je 1-3 en dan weet je dat dat in de eerste klasse cash kan betaald worden. En dat heb je vandaag ondervonden. Ik denk dat we in 4 kansen die gewoon. En dan blijf je het goed achter. Vastgaande ben ik toch trots. Dan hebben we onze 2 dagen na een hard gevolg te zien, van de wijze niet op de mat kunnen winnen. In de eerste klasse. En dat ook wel maar voor de toekomst. Om te spelen ook beter en beter. En dat is een positieve idee. Helaas liggen we eruit. Maar om het positief op te nemen. Na 2-2 dacht ik, als we nu nog 2-15. Gaan we misschien punten naar onze zondag. Misschien dan toch gelijk hier in de laatste minuut. Maar helaas, de jongens zijn beloond. Maar ik denk dat we als Serge zijn die toernooi. Dat Serge leeft. En dat was voor mij het belangrijkste vandaag. Ik ga alleen maar de jongens proficiat. Dat is de prestatie, want het was voor eentje om die kader ook zien. Het eerste van begin zo even gaan ze ontwikkelen. Goed, een mooie avond gehad. Ik vond ook dat we goed begonnen. Veel dreiging, zeker aan de zijkanten waar onze vrije mensen hadden staan. Het werd ook een mooi doelpunt. Maar na lang dat zij op de eerste helft verliep, zag hij eigenlijk onzekerheid een klein beetje meer en meer in de groep sluipen. Nerveus, dus terwijl ze het middenveld hier begonnen te verliezen. Dat ook stelselmatig zeg ook wat meer geloof in krijgen over de eigen balsituatie. Ik vond dat ze daar ook iets meer op de duels begonnen te pakken en daardoor kwamen ze pas sneller in bal. Dus daar heb ik ook voor gewaakt, al onder de rust. Maar Serco ging eigenlijk door op zijn heelal en ze maken eigenlijk het eerste doelpunt, een heel mooi doelpunt. Waar we eigenlijk op verschillende plaatsen ook tekort komen, maar van alle kanten spelen zij er ook goed uit. Daarachter zie je ook ja, de onzekerheid die er dan in kruipt. Dat is ook tegen van de ene kant normaal. Maar dat wil niet zeggen dat je dan eigenlijk zo'n doelpunt tegen doelpunt pakt. Ik bedoel, de tweede doelpunt wat we krijgen is natuurlijk de kinderen gewoon vermoorden. Dat kan ik niet accepteren. En dan roep je het automatisch over je heen. Ik denk dat in de loop van de tweede helft de wissels het verschil hebben gemaakt. Want ik zie met de Konden en met Anijs en met Jones. Dat we iedere keer getracht om frisheid en ook wat meer beweging naar voren te krijgen. En dat is ook gelukt. Ik denk dat voor de groep, de 2-2, een stukje de ontbuchting was. En daarachter vond ik dat wij steeds meer het heft in handen gingen nemen. En Fred heeft gelijk, hij heeft de eerste 10 minuten en de laatste 10 minuten heeft hij het een beetje meer moeten ondergaan. Daartussenin hebben zij zeer dominant een spel proberen te spelen waar zij heel volwassen in de middenveld speelden, waar we op momenten bij ons onzekerheid zag. Maar gelukkig hebben we op onze kwaliteiten, die we daar ook nog hadden, de wedstrijd daar eens toe kunnen trekken. Ik hoop voor Fred en voor Serco dat zij een promotie kunnen afdwingen. Het is een mooie vereniging. Zij horen nog op dat vlak thuis in eerste plaats, maar ik denk dat wij even iets meer nodig hadden dan zij. Ja, als iemand een vraag wil stellen, dan zou ik kunnen vragen met de micro van mijn dochter. Ga je omhoog opgelucht bij deze kwalificatie? Want ik neem aan. Jullie hebben alleen vlees met uitschakeling. Ja, dat is zo vaak. Elke wedstrijd heb je de spanning en dat is vandaag niet anders dan dat afgelopen wedstrijd was. Ik sta voor mijn ploeg. Het zijn wel moeilijke momenten geweest. Je moet ervoor blijven staan en je moet je schouders onder zetten. En soms heb je inderdaad hier een tikkeltje mee, wel eens hier en daar nodig. Dat hadden we afgelopen zaterdag niet met die afgewezen bal. En nu is die laatste goal een beetje gedevieerd en kan hij zijn natuurlijk al binnen tegen. Dat,
dat is voetbal. En soms dat vindt de coach zeer zwaar en moeilijk. Maar het enige wat je kan doen is verharden in die voetbal. En zorgen dat wij ook in die balsituatie die onzekerheid weglaten. En daardoor vaster gaan zijn. En daarin wat constanter kunnen zijn. Want dat was in momenten weg vandaag. Maar ondanks dat heb ik altijd wel een groep gezien die ook wel reageert. Maar ik zag ook wel door van de wedstrijd dat er toch wel jongens waren die te veel in de knieën rondliepen. En goed, dat kan door natuurlijk van het spel. Nog iemand een vraag? Ja. Harm, wat dacht je na het doelpunt van Sikkel, het tweede doelpunt? Was er dan toch niet radeloos zijn bij jou? Nee, eigenlijk niet radeloos. Je bent wel ontkomen totdat je daarom de situatie heel mooi handen heeft. En je weet dat voor de kwalificeren dat je het leven moet maken. En daar langzaam beginnen wisselen. Ik had misschien iets meer mogelijkheden, maar ja, we hebben daar gewoon al de troeven naar boven gehad die we dan ook nog hadden. Dat is de enige. Ja, als coach wat je zelf aan de hand hebt, dan moet je ook inderdaad hopen dat het loopt en dat je dat kunt omschakelen. Dat is dan gelukt. Maar het was gewoon een heel moeilijke avond vandaag. En voor ons, dat zeiden we gisteren al, het was gekwalificeerd en de mentaliteit tonen waar we op verder moeten werken nu. Maar daar een stuk vertrouwen winnen om vandaag door te kunnen groeien. En dan kan dit misschien een schakelmoment zijn voor ons. Nog iemand een vraag eventueel voor de coach van Cerkel? Nee? Dan sluiten we af. Hartelijk dank en tot binnen 2 weken. Dank u wel.